bij een filmpje van Renske Creatief. Rand nummer 6 alweer van de Baby Dekenella Call. Nou, de vorige keer hadden we de koortsteek gemaakt. En daarna heb je de herhaalrand weer gehaakt. En nu is het tijd voor strook nummer 6. En dat is de ingesloten parelsteek. Nou, ik vind dat zelf een hele leuke steek. Hij zit echt een beetje tussenin. Aan de voorkant ligt hij er mooi op. En aan de achterkant is hij gewoon vrij glad. Dus ik vind het zelf wel een hele mooie steek. En ik ga je weer meenemen in hoe ik die gehaakt heb. Nou, deze steek is een meervoud van 3 steken. Dus je moet misschien aan het begin of aan het eind van je toer. En dat is het handigste zo direct aan het einde van je eerste toer. Moet je misschien even iets spelen met de steken. Dus even meerdere of mindere totdat je op een meervoud van 3 aankomt. En we gaan deze steek aan de linkerkant beginnen. Dus we gaan eerst de achterkant haken. Dus die haal ik er even af. En ik hecht hem weer aan de linkerkant van mijn werk. Dus aan de achterkant. Dat is hier. Nou, de eerste toer bestaat uit alleen maar vasten. Dus we gaan in elke steek 1 vaste haken. Nou, mijn ervaring is dat deze steek gewoon op de standaard haaknaald gehaakt kan worden. Dus in mijn geval 4,5. Maar kijk toch even naar 3 of 4 toeren of die niet te los of te strak wordt. En daarin kan je dan weer variëren met je haaknaald. Als die te strak is, ga je een naaldje groter, dus naar 5. Is die te los, ga je naar een naaldje 4. Want ik haak hem met 4,5. Afhankelijk natuurlijk van je garen. Heb je dunner garen, dan zal je een kleinere haaknaald gebruiken. Heb je dikke garen, heb je een dikkere nodig. Maar dan wordt het resultaat van je deken ook weer anders natuurlijk. De grootte vooral. Nou, in elke steek 1 vaste. Dat valt mee. We maken 2 keer lossen. Nou, de ingesloten parelsteek bestaat uit 2 steken. We gaan als eerste een stokje haken. En om dat stokje gaan we de parel haken. Dus hierin zit een parel, verstopt. Nou, dat ga ik laten zien. We haken eerst een heel stokje, gewoon helemaal afhaken. Dat is ook je eerste steek weer, want de keerlossen tellen we niet mee. Wat we nu doen is omslaan. Je gaat om het stokje heen, je haalt de draad op. Draad ophalen, heb je 3 lusjes. Omslaan, draad doorhalen, omslaan, draad doorhalen. Nu ga je in 1 keer door de eerste 6 lusjes, dus het allerlaatste lusje laat je nog even staan. Dus in 1 keer door alle 6e lusjes en dan maak je hem nog af. Die steek slaan we over. En dan gaan we hier een stokje maken. En nu is je parelsteek ingesloten. Nou, ik ga hem nog even inzoomen. Want dit gaan we de hele toer herhalen. Dus je maakt eerst een heel stokje. Die maak je gewoon helemaal af. En dan ga je hem omslaan. 3 keer toe. Zodat je 7 lusjes op je naald hebt. Haal je hem eerst door de eerste 6 heen. En je haakt hem af. Een stokje. Hop. Wel een steek overslaan. En een stokje. Gaan we weer. Je maakt een heel stokje. Je gaat hem steeds omslaan. Tot 3 keer toe. Je haalt hem door de eerste 6 en je maakt hem af. Die slaan we over. Het volgende stokje gaat hier. Nog een keer. Je haakt een stokje. Omslaan. Om de tussen de 2 stokjes in, omhoog halen, omslaan, draad omhoog halen, omslaan, draad omhoog halen. In 1 keer door de eerste 6. En nog een keer oppakken en door de eerste 2, die slaan we over. Nu zie ik dat mijn bolletje bijna op is, maar ik heb gelukkig nog extra garen hier beneden liggen. Nou,
Nou, deze steek gaan we de hele toer herhalen. En doe het vooral op je eigen tempo. Je kan natuurlijk ook de film af en toe eventjes stilzetten. Allemaal mooie pareltjes. Oh. Nou, geen dwars door mijn stokje heen, dat is niet handig. Ik zal hem weer even uitzoeken. Zo. Kijk, en ik sla steeds na de parelsteek één steek over. Gaan we de parelsteek weer. Oeh. En de laatste parelsteek voor deze toer. Excuses, de hondjes lagen heerlijk te slapen, dus ik denk ik kan gaan filmen. En uiteraard gaan ze spelen, als ik aan het filmen ben. En het laatste stokje, deze toer sluiten we altijd met een stokje. Nou, één keer lossen. En de teruggaande toer is weer in elke steek een vaste. Sieren vaste. Dit is boven de parelsteek, boven het stokje van de parelsteek en in het stokje. Dit is boven de parelsteek, in het stokje van de parelsteek en het losse stokje. Nou, dit gaan we met de hele toer doen. Knoopje. Ik ben een beetje eigenwijs, want ik had mijn boldraaimolen niet mee naar beneden genomen. En ik zit altijd beneden te filmen. En dan wordt het een beetje een kluwen. We waren vast aan het haken. In elke steek een vaste. In elke steek een vaste. En dit is de laatste, want de keerlossen tellen we niet mee. Gaan we weer twee keer lossen en we draaien het werk. Kijk, en nou heb je de eerste parelsteken. Gaan we weer precies hetzelfde doen. Dus een stokje. Om het stokje de parel. Zo. Niet door alle steekjes. Nou, en nu zie je, deze slaan we over. En hier is het stokje. En boven het stokje gaan we hem weer een stokje haken. Dit is boven de parel. En zo gaat de hele toer weer door. Ik vind het zelf een fantastische steek om te haken. Het is wel een steek die veel garen kost. Maar ik vind hem zelf wel heel erg leuk. En ik vind het ook wel heel leuk als kindjes echt wat te voelen hebben aan de deken. Zeker als het babytje een dreumesje wordt. Dan heeft hij van alles te voelen. Eerst natuurlijk al hier de koordsteek lekker voelen. Dit voelt toch weer anders. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg leuk. En toen was mijn draad bijna op. Even mijn draadje die ik hier nog heb liggen erbij pakken. Gaan we weer de parel.
nagelsteek. Oh, en nu krijg ik er heel mooi een naaidraadje bij. En dan zijn we alweer bij de laatste parelsteek van deze toer. En dan gaan we weer een hele toer vaste terughaken. Nou, de parelsteek, die moet natuurlijk weer herhaald worden. In totaal haak je 15 toeren van deze steek. En dan je eindigt weer met een hele rij vaste. Zodat ze echt mooi ingesloten zijn. Nou, na die toeren ga je weer de herhaalrand haken. Dus de rand van stokjes en reliëfstokjes. En dan kan je weer wachten tot het filmpje van volgende week. Dan komt de laatste strook. En daarna is alleen de rand nog aan de beurt. Nou, ik wens je weer heel veel haakplezier. Super bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En zet ook even het belletje aan, want dan mis je geen enkel filmpje van me. Dit filmpje liken vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer!